Luister ook naar NAKPRAAT op Breda Nu. 107.3 FM, 92.9 op de kabel. Of via de livestream. BredaNu.nl. Ja, goedenavond. Je luistert nog steeds naar NAKPRAAT Radio op Breda Nu en op 076radio.nl. En waar we net zijn gebleven is NAK FC Utrecht. Ja. Utrecht FC, FC Utrecht NAK. Utrecht FC NAK. Ja, het is allemaal een beetje ongewoon, want het is een ingelast oefenduel. Wat we op dinsdagmiddag 2 uur op trainingscomplex Zoudenbalg in Utrecht hebben afgewerkt. En ja, dat is bijzonder. FC Utrecht, de zware tegenstander mag ik toch rekenen. Ja. Nummer 4 van de Eredivisie. Ja, voordat je verder gaat, misschien even handig. Welke mensen speelden er bijvoorbeeld bij Utrecht? Nou ja, eigenlijk wel een van de meest zware opstellingen. Ik heb het even bekeken wat ze in vergelijking met de wedstrijd die ze op zondag speelden tegen NEC. Ja, ik denk dat er zeker wel 70-80% meedeed. En op zijn minst op de wedstrijdformulier stond van het eerste. Ja, als ik zie Ruiter, Van der Marel, Willem Jansen, Leeuwin, Kongboy, Rosheuvel, Braafheid, Kleber, Ayoub, ja. Labiat, Hamza Boukari. En, ik bedoel, dat is Sebastian Heller natuurlijk. Ja. Of Haller. Sebastian Haller, moet ik natuurlijk zeggen. Dat zijn toch wel de stevige jongens. Ja, en ook Girano Kerk, een lastpost in de uitwedstrijd van NAC tegen Jong Utrecht. Kan ik me nog herinneren. Speelde vandaag ook de tweede helft gewoon mee. Dus stond gewoon een goed elftal van NAC. Ja, klopt. Van Utrecht, sorry. Robin Ruiter is ook de vaste keeper. Nou, ja, normaal gesproken voor zijn blessure. Ja. Hij is deze wedstrijd heeft zich entree gemaakt. Dus ook FC Utrecht neemt deze wedstrijd zeer serieus. Staat tegenover dat NAC ook een aantal spelers heeft laten spelen die normaal liter nooit niet altijd in de basis staan. Hè. Pak een Andries Noppert en een Gino Damon en een Gradamo natuurlijk. Hè. Ashley Smith-Brown staat tegenwoordig ook op het tweede plan. En Adrabi Jojo. Ja. Ja, we hebben behoorlijk wat jongens gehad die niet altijd spelen. Dus per definitie staat NAC ook niet echt met de sterkste opstelling op het veld. Hoe was het verloop van de wedstrijd? In ieder geval na 14 minuten kwam FC Utrecht op een 1-0 voorsprong. Op een of andere wijze weet FC Utrecht het dan toch niet genoeg door te drukken. Mm-hmm. Brengt NAC terug in de wedstrijd. Daar maakt Cyril Dessus toch handig gebruik van. Door in de 21ste minuut met 1-1 de 1-1 te maken. Ja. De grootste opvallendheid aan deze wedstrijd is natuurlijk dat NAC speelde in een 4-4-2 opstelling. Met Dessers en Oosterwijk in de spitspositie, in de voorhoede. En op het middenveld Verschuren, Vermeer, El Alucci en Atjepong. Ja. Even voor de verduidelijking, want we zitten natuurlijk voor 2 stations op dit moment. Waarom was 076 Radio er niet bij? Nou, ten eerste natuurlijk in verband met het feit dat wij de rechten hebben voor de Jupiler League en voor de KNVB-beker om die te mogen doen. Ja. En om dan vervolgens inderdaad ook door te streamen naar Breda Nu. Dus dit soort wedstrijden, zeker op het moment dat ze op het laatste moment bekend worden en dan ook nog eens een keer in een werkweek vallen, is het helaas lastig dat we dan als verslaggevers niet allemaal gelijk 1-op-1 vrij kunnen nemen. Nee, dat wordt een moeilijk verhaal. Dus vandaar, maar hij was in ieder geval wel op Facebook te volgen. Ja. En daar hebben heel veel mensen naar gekeken. Dat hebben inderdaad heel veel mensen naar gekeken. Ik heb eventjes, enkele honderden heb ik toch wel voorbij zien komen. Direct na de wedstrijd zag je toch echt dat er toch wel duizenden views waren geweest. Ja, de kwaliteit van het beeld was ook erg goed, dus je kon alles volgen. Dat was tot een paar, een jaar terug was het toch nog niet zo. Dus nee, dat wordt uitstekend gefaciliteerd. En we zaten, menig NAC supporter heeft weinig centjes verdiend voor de baas dinsdagmiddag. die hebben toch uiteindelijk grotendeels op hun telefoon zitten kijken. Om het internet van de baas maar niet te belasten, denk ik. Maar aardig afwezig. Ja, dat is wel maar inderdaad, het was goed te zien en een mooi initiatief. Hè. We hebben het al een aantal keer gezien bij NAC. Dat zulke soort wedstrijden gewoon dan op Facebook getoond worden. Ja. Dus dat is zeker een idee. Maar als je dan in zijn algemeenheid kijkt, we hebben gezegd, doe een aantal anderen mee. Ik vond trouwens Mubarak, Ulufazayo, Alatorio, Adarabiyoyo. Ik zie zijn naam nu ineens voor de eerste keer voluit geschreven staan. Ja. Ik denk, ik kan het toch niet laten om hem nog een keer op te noemen. Dit heb ik toch ook echt bij de laatste Bisat Ratsquiz opgeschreven. En toen hebben ze hem fout gerekend.
Toen dacht ze dat die maar drie namen had. En ik had toch extra alle vier opgeschreven. 18 medeklinkers. Ik zou toch even teruggaan. Ik heb ook een punt geëist. Ja. Dus, had je daar de overwinning mee gehaald met dat ene puntje nog? Of? Daar kwamen we op één puntje van de winnaar. Maar we hadden nog drie andere antwoorden die we wat discutabel vonden. Mm-hmm. Dus postuum hadden we hem gewonnen. Maar ja. die prijs gaan we nog eventjes innen. Net zoals jullie postuum de optocht van het Kielegat hebben gewonnen. Ja, altijd. Dus dat is ook zo. Ja, inderdaad. Eindstand 1-1 gebleven. Eindstand 1-1. Inderdaad, voor rust al bereikt. Ja. Dus in de 21ste minuut het doelpunt van Cyril Dessers. Die dan gewoon lekker blijft scoren. Ja. Goed punt, zou ik bijna willen zeggen. Maar ja, uiteindelijk houdt ons programma niet op. We hebben er wel bekant een half uurtje op zitten. Goed bezig. Dus we gaan alweer door naar het volgende onderwerp. Want anders raken we straks er gewoon niet doorheen. En dan, wat heb jij? De NAC-jeugd, hè? Heb je het feitelijk over? Dat hebben we beloofd, hè? Dat we de jeugdopleiding van NAC. Ja.